Aas heeft vrijdagavond zijn vierde overwinning op rij geboekt in de eredivisie. De ookmeiders versloegen Sparta-Rotterdam op het kasteel met 0-2. Wout Weghorst maakte beide doelpunten voor AS. De spits miste eerder in de wedstrijd tot twee keer toe een strafschop. Door de zege klimt AS met 12 punten uit vijf duels naar de tweede plaats. De ploeg van coach John van den Brom heeft evenveel punten als koploper Feyenoord. Maar de Rotterdammers gaan zondag nog op bezoek bij PSV. Sparta neemt met vijf punten de twaalfde plek op de ranglijst in. In de eerste helft had Aas een veldoverwicht. Maar wist u nauwelijks gevaar te stichten? Na 20 minuten kregen de bezoekers via strafschop de uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Thomas Awyan werd in het 16 meter gebied neergelegd door Cheryl Lauranus, waarna Weghoos mocht aanleggen vanaf 11 meter. De aanvaller zag zijn inzet gestopt worden door Roy Kortsmit, maar mocht het penalty overnemen omdat de keeper ten volg van zijn lijn kwam. Strafschop Kortsmit, die geel kreeg wegens protesteren keerde echter ook de tweede strafschop van Weghorst. In de 34e minuut bracht de spitsaas wel op voorsprong toen hij raak schoot na een corner van Marco Vignovic. Sparta kwam voor rust zelden in de buurt van het vijandige doel. Als schoot naar je nog wel net naast, de aanvallen werd daarvoor echter teruggefloten wegens buitenspel. In de tweede helft veranderde weinig aan het spelbeeld, Aas nam het initiatief en Sparta kwam er nauwelijks aan te pas. Na een uur spelen leidde dat tot een 0-2 van Weghorst. Ditmaal tikte hij de bal binnen na een combinatie met Arian en Ali Reza Jahambakke. Sparta drong vervolgens aan voor de aansluitingstreffer en leek die even later ook te maken. Maar een treffer van Asier werd afgekeurd wegens buitenspel. In de slotfase kreeg Sparta nog de nodige kansen. Maar doelman Marco Bisso wist zijn doel schoon te houden.